catch wrestling. Worstelwedstrijden met een hoge spektakelwaarde. Alle ingrediënten zitten erin. Spanning, actie, romantiek, grapjes, complotten. Alles goed verpakt als commercieel product. Het totale plaatje moet kloppen. De echte wrestlingboots hebben, de goede outfit, het perfecte imago. Uiteraard is het show-element belangrijk en geweld doet pijn. And that's a part of the job. Ik kan me toch wel voorstellen dat je af en toe toch wel eens serieus wat pijn hebt. Nou, af en toe, je voelt het inderdaad. En ik denk dat degene die tegen mij heeft geworsteld er nog meer last van heeft. Ja, uiteraard. Het is wel een hele leuke wereld, hè? Het is de mooiste wereld die er is. Alleen moet het nu nog een beetje geaccepteerd gaan worden. Maar het is duidelijk, voor wrestling entertainment loopt al een groot publiek warm. De toeschouwers in de wedstrijd krijgen hen laten opgaan in het moment. Dat is het belangrijkste voor de worstelaar. De fans zijn fantastisch. Hoop geluid en goede beleving. En daar doe je het uiteindelijk voor. Het is gewoon, hier krijg je uiteindelijk waar je altijd naartoe werkt, waar je voor traint, word je hiermee beloond. Bernard Van Damme is onze bekendste Belgische worstelaar. De 42-jarige Bruggeling haalde diverse Europese titels in het catch wrestling. Ik heb hem 3 maal gehad. 1 maal verloren in Oslo, 1 maal in Helsinki, 1 maal in Warschau. Het zou tof zijn voor één publiek hier nu keer in België een titel te winnen. Ja. Mijn doorzettingsvermogen, dat is een specifieke eigenschap. Ja. Ik ben niet één van de sterkste, ik ben niet één van de lenigste, niet van de snelste. Ik heb van alles een klein beetje. Dat maakt me toch wel een echte krijger. Ja. En het lukt. Bernard Van Damme pakt in zijn eigen Brugge opnieuw de Europese titel.